Afgelopen zaterdag 7 oktober vierde het Ripercafé Wijchen haar derde verjaardag. Volgens Johan de Kieviet, die het concept Ripercafé naar Wijchen bracht, hebben inmiddels al 800 mensen gebruik gemaakt van de diensten en vaardigheden van de vrijwilligers van het Ripercafé. Ja, jullie kwamen net wat te laat, want door de HEMA heeft ons gesponsord een mooie taart met een logootje erop. Het was een taart eigenlijk voor 40 personen. Maar hij was binnen een half uur al weg. Al die vrijwilligers en de gasten die kregen een stukje taart en een kopje koffie. Het was redelijk druk en daar ben ik heel erg blij mee, want we hadden ook heel wat reclame gemaakt. We staan altijd in de wegwijs en op Wijchens Nieuws en Wijchen Nieuws. Een hoop mensen komen hier al vaker. Hè? Van de 850 klanten die we nu gehad hebben, zijn er ongeveer 300-400 die al een keer eerder zijn gekomen. Dat is leuk. We zijn 3 jaar geleden begonnen, vandaar dat we onze jaren vierden vandaag, het derde jaar. Ik ben het ooit begonnen omdat ik een keertje ergens anders zag dat er repaircafés bestonden. En toen zag ik dat hij is nog niet in Wijchen. Toen heb ik een subsidie aangevraagd bij Meer Welzijn, €500 startkapitaal. En zo is het gekomen. Vrijwilligers gehaald, locatie gezocht, burgemeester gevraagd te openen, heeft hij gedaan. En zo gaat het balletje rollen. De meeste apparaten die geleverd worden, die kunnen gemaakt worden. Kleding wordt altijd gemaakt, computers ook vaak heel veel. En mensen zijn heel blij dat hij het weer doet, hè, want zo'n stofzuiger, die komen heel veel tegen. Die kan je nieuw kopen, maar als die met een eenvoudige truc weer te maken is, dan bespaart dat een hoop geld. En je hoeft niet naar de milieustraat te brengen, dat is een milieurendement en daar doen we het voor. Voorlopig gaan we door en er is ook alle reden voor en alle animo voor en genoeg mensen. Dus. Even nog een belangrijke vraag, want het Ripercafé vindt meerdere keren per jaar plaats, toch? Klopt dat? Elke eerste zaterdag van de maand. En in de maanden oktober, november en december zijn we bij wijze van proef ook de derde zaterdag open. Om te kijken of het leuk is. Ik heb jullie even wat mogen toespreken, wat vertellen. En als het op de tv komt, dan worden mensen misschien enthousiast om de volgende keer hier ook te komen. Want het is echt voor alle Wijchenaren, hè, dit. Jong en oud. Jong, oud, rijk en arm. Blond en niet blond. En van allochtoon of autochtoon, iedereen is welkom. Dat is een heel mooie afsluiting van het interview. Dankjewel. Graag gedaan. En bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik vond het erg leuk.